Onze volgende gast is aangeschoven in de studio. Is Erik van den End. U kent hen allemaal van het Groene Graf. Maar vandaag gaan we het over iets heel anders hebben. Hartelijk welkom, Erik. Dankjewel. We gaan het hebben over de Naardense voetbalvereniging met de G-afdeling. En dan is natuurlijk de vraag van de mensen die zitten te luisteren. Wat is dat? Ja, dat is Naardense voetbalvereniging. Dat is denk ik wel duidelijk. Hè? Ja. Een voetbalvereniging in Naarden, hè? NVC. Uh-huh. Het bijzondere aan NVC is dat ze een jeugd gehandicapte elftal hebben. Of een afdeling. Ja. Twee teams die... voetballen met die jongens. Ja, hartstikke leuk. Eerst even naar de eerste vraag. Waar staan die letters voor? NVC? Goeie. Ja, ja. Goed hè? Je zou zeggen de Naardense voetbalclub. Maar dat is niet zo. Het is de Naardenvesting-combinatie. Naardenvesting-combinatie. Nou, dat klinkt helemaal geweldig. En het is wel bijzonder dat zij een G-afdeling hebben. Dus een gehandicapte afdeling. Ja. Zijn er meer clubs in de regio die dat hebben? Of zijn zij echt koploper daarin? Nou, in Soest heb je nog een jeugdafdeling bij SO Soest. Ja. Maar zover ik weet is dat ook de enige in de regio Emeland en Gooi die zoiets hebben. Er zijn wel meer gehandicapte elftallen. Ja. Maar die zijn dan vaak voor volwassenen, voor grote jongens. Oh, oké, okay. En dit gaat juist om een jeugdafdeling. Hè? Dus dan praat je echt vanaf F'jes tot... loopt het een beetje door elkaar heen in dit geval. Ja, van leeftijd tot van vijf tot ongeveer zeven. Een meisje met een lichamelijke of een verstandelijke beperking. Ja. Hè, maar ze moeten wel zo mobiel zijn dat ze kunnen voetballen natuurlijk, ja, een beetje. Er moet wel wat mee te doen zijn. Dus niet zo van we zetten ze in het veld en ze doen verder niks. Maar ze hebben wel een hoop plezier. Zo werkt het natuurlijk niet. Het is wel de bedoeling dat ze zelfstandig kunnen lopen. Ja. Het hoeft echt geen topvoetballers te zijn. Maar als ze maar leuk met elkaar kunnen spelen, dan is dat prima. Nou ben jij hierbij betrokken. Waarom? Ik heb een zoon die gehandicapt is. Mm-hmm. Mijn zoon is 15 nu. En die is dus 15 jaar geleden geboren met een hersenbloeding. Ja. Tijdens de geboorte heeft hij een hersenbloeding gekregen. En ik heb de naam even opgeschreven. Ik noem het zelf altijd een hersenbloeding. Maar een cerebrale parese. Cerebrale parese, ja, precies. En dat wil zeggen dat die kinderen die dat hebben, die hebben meestal met de geboorte dan een hersenbloeding gekregen. Ja. Waardoor ze aan één of twee kanten spastisch geworden zijn. Ja, ja. En nu heeft Malon dat in een hele beperkte mate. Dus hij kan heel goed bewegen. Mm-hmm. Maar het is wel zo dat zijn linkerkant... Nee, dat lieg ik. Zijn rechterkant is gewoon minder dan zijn linkerkant. Ja, ja. Dat is spiegelend, hè? Bovenin precies. Het koppetje dan. Ja. Als de rechterkant minder is, dan speelt het zich af aan de linkerkant. Precies. Dus, de bedoeling is aan de linkerkant geweest. Ja. En daardoor spreekt hij wat moeilijker. Mm-hmm. Hij kan prima praten, maar het gaat allemaal wat moeizamer. Ja. En hij hobbelt een beetje met lopen en met links kan hij zijn hand... Maar in feite, door die cerebrale parese, heeft hij eigenlijk een lichamelijke beperking. Ja, klopt. Ja. Hij loopt geestelijk ook wel iets achter, mm-hmm. Een paar jaar. Dus hij is er goed bij, maar hij loopt iets achter. Hij moet iets harder praten met hun. Ja, dat is iets... we zijn 5 jaar geleden is die afdeling opgericht bij NVC. Mm-hmm. En we kregen de tip via de sportlerares op school. De Trappenberg van Malon. Ja. Van joh, dat zou iets voor hem zijn. Want hij sport graag. En het zou leuk zijn als hij dat gewoon erbij zou gaan doen. Ja. Dus toen zijn we daar gaan kijken. En het was allemaal nieuw. Er waren allemaal kinderen die nog helemaal niet sporten. En dat is toen van de grond gekomen. En vanaf die tijd zie je die kinderen, de meeste zitten er nu nog steeds op. Hè? Die kinderen die zie je zo gegroeid. En niet alleen sportief. Geeft het ze ook zelfvertrouwen? Ja, precies. Het is vaak met gehandicapte kinderen zo dat ze vaak ver weg op school zitten. Dus vriendjes van school wonen allemaal ver weg. Mm-hmm. Die zien ze niet elke dag op school, maar dan thuis niet meer. En in de buurt is het toch wat moeilijker vriendjes maken, omdat je nou eenmaal een achterstand hebt ten opzichte van je vrienden. En, je moet je altijd bewijzen, hè? Je moet je bewijzen, precies. Ja. En dan is zo'n club, merk je, dat die kinderen, zodra ze elkaar gevonden hebben, daar heel veel plezier met elkaar hebben. Ons kent ons een beetje. Ja. Ja. Is het een grote club? De G-afdeling is een club van ongeveer 20 kinderen nu op dit moment. En we zouden die club graag iets groter willen zien nog. We hebben nu 2 elftallen. Dus dat betekent 2 keer 10 kinderen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk net iets te weinig om... Wordt er een beetje gedubbel gespeeld? Of reken ik verkeerd? Nee, het is daar heb je wel moeite mee. Nee, het elftal is 11 en hij heeft 20 spelers. Dus... Ja, maar ze kijken niet op een speler Nee, ze kijken niet op een beetje meer of minder. Ze hebben gewoon een vliegende kiep. Ja. Dat is het. Zo.
dat is het. En maar dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is niet zomaar een hobbyclubje, heb ik begrepen. Nee, het zit echt wel degelijk in elkaar met therapeut, met alles erbij. Er is inderdaad daar een therapeut bij en er is ook professionele begeleiding. Dus het is niet zomaar dat die kinderen daar op een voetbalveld losgelaten worden en gaan maar een beetje spelen met elkaar. Er is wel degelijk ook een professionele begeleiding, waardoor die kinderen dus ook fysiek groeien. Hè? En ook qua weerbaarheid, hè? Want je moet leren omgaan met winnen en verliezen. En je moet, het vormt ook meteen natuurlijk. Zeker, ja. 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 En ik kan me ook nog voorstellen, vooral als ik dus nu zie dat het onder auspiciën van de KNVB gebeurt. Ja, ja, zeker. Nou, dat geeft net even een officieel tintje. Ja, dat niet bedoel ik, iets vrijblijvend is. Van, jongens, we rommelen wel een eentje aan met die kinderen. Nee, dat kan je gewoon ook op het veldje achter het huis. Nee, het precies. Moet echt serieus. Maar, ja, maar het blijft wel voorop staan dat het gaat erom dat die kinderen plezier hebben. Hè. Dus het is absoluut het allerbelangrijkste. Neer te zetten. Natuurlijk is het leuk als het wel gebeurt. Nee, maar goed, het blijven kinderen. En als er een sportelement in zit, dan willen ook deze kinderen willen graag winnen. Zo is het gewoon. Ja, toch? Nee, ze spelen toernooitjes. Ja, ja. Ze maken deel uit van de Friends League. Mm-hmm. En dat is een... Friends League, het zegt het al. Het is dus een vriendschappelijke voetbalwedstrijdjes onderling met andere verenigingen. Die zijn er dus wel. Dus, of moeten ze dan heel ver weg? Want je zei net, er is wel een afdeling van SS Soest bijvoorbeeld. Maar verder dus buiten de regio zijn ook van dit soort afdelingen? Ja, in Noord-Holland zijn veel verenigingen. In Amsterdam heb je bijvoorbeeld Only Friends. Dat is een enorme club met, ik denk dat die wel een ledenaantal van 100 of 200 kinderen hebben. Zo. En die hebben dus ook heel veel elftallen en organiseren ook heel veel voor die kinderen. En zo zijn er wel meer kleinere verenigingen ook nog wel in de regio Utrecht. En, dus daar gaan ze dan naartoe. Of die komen natuurlijk naar jullie toe. Ja, hè? Je hebt de uit- en de thuiswedstrijden. Ja. En dan wordt er dus echt een wedstrijd gespeeld. Ja. Volgens de KNVB-normen. Ja, nu in augustus hebben we een toernooi in Rosmalen. Dat is wat verder weg. Ja, behoorlijk. En dan hebben we ook een busmaatschappij gevonden die dan tegen een bijzonder tarief kinderen daar naartoe wil brengen. Ja, dat is fijn. Ja, dat soort dingen, dat is altijd leuk natuurlijk. Ja, dat is zeker En er geweldig. Zijn trainers bij. Ja. Eh? Er zijn 20 kinderen en ik denk dat er 7-8 trainers zijn. Dus het is genoeg. Ze staan te trappelen. Ja, nee, dat is toch prachtig. Ja. Dat is gewoon prachtig. En dan kunnen ze een toernooitje spelen. Nou, ik denk ook dat het heel dankbaar werk is. Ze kunnen een prijsje winnen. Dat is allemaal motiverend. Ja, precies. Ja, zeker. Zijn er nou ook bepaalde criteria die aan die kinderen worden? Maar je ziet wel eens een keer bij de Paralympics bijvoorbeeld, zie ik ook wel eens. Heeft iemand bijvoorbeeld die mist een ledemaat of een hand of zo? En denk ik, juist met voetballen komt dat wel mooi uit. Ja, precies. Ja. Nou, het is ja, nee, zo, dat is zo. Ja. Het is wel zo, ja toch? Ja, dat soort eisen hebben we bij onze vereniging niet. Mm-hmm. Het is wel zo dat je vanuit die club weer geselecteerd kunt worden voor professionele teams. Ja. Oh, die zijn er ook, professionele teams? Ja, mijn zoon Malon, ik ben best wel een beetje trots. Oh ja, hier zit helemaal te glimmen. Die is zelfs geselecteerd voor het nationale CP-team voor de jeugdopleiding. Ja. Je hebt daar het A-elftal. Die hebben het CP-team is weer cerebrale parese. Dus het zijn precies allemaal kinderen die eigenlijk dezelfde aandoening allemaal hebben dezelfde gehad. Aandoening, ja. En het A-elftal is nu bezig met de wereldkampioenschappen. Die worden dit jaar in Nederland gehouden. Zo. Vanavond is de finale in het FC Emmenstadion in... In Emmen. Aandacht aangeschonken. Ja, dat vind ik ook echt schandalig. Het is... In de Telegraaf heeft een artikeltje gestaan van 3 regels dat morgen de openingswedstrijd van het CP-voetbal is. Terwijl daar teams vanuit de hele wereld overkomen en echt op goed niveau presteren. Hè? Dus niet zomaar een stelletje aanrommelaars. Nee, inderdaad, er worden wel eisen gesteld en er wordt wel iets verwacht van. Ja, maar er even tussendoor, hè. Het is met die media zo, als het niet commercieel genoeg is, dat ze dat denken, toch in voldoende belangstelling, dan wapperen ze dat weg. Dan doe je als niet meer mee. Niks oplevert, dat als het financieel niks oplevert, dan is het niet interessant ook. Voor ze. Daar gaat het eigenlijk om. Ik heb nog een vraag hoor. Nou is die jongen 17 jaar en ze hebben het van 5 tot 17. Ja, valt hij dan in een gat? Nee, dan is er een bus om nog een vereniging die dan de ouderen zeg maar verzorgt. Okay. Die hebben daar een team. Eerlijk gezegd is het gat tussen die twee nog behoorlijk groot. Want dat zal wel, ja. Bij dat oudere team lopen ook bomen van kerels die echt heel sterk zijn en al heel goed kunnen voetballen.
En dus de vraag is, we zijn nog op zoek naar, vandaar dat die leeftijd ook niet zo strikt is. We zijn eigenlijk nog op zoek naar een vloeiende overgang tussen die twee verenigingen. Een beetje de boel in balans te krijgen. Want ja. Zo'n grote knaap, die loopt zo'n kleintje natuurlijk direct onder de grond. Ja, en dat moet natuurlijk... daarom zijn onze jongens ook al in twee teams opgedeeld. Je hebt natuurlijk mannen die een stuk jonger zijn. Of die een stuk minder kunnen voetballen als de anderen. Ja, dat moet je... Dan moet je toch even een klein beetje mee schuiven hier en daar natuurlijk. Om het allemaal naar de zin te maken. Ik bedoel, als je als vijfjarige de lopend in het gras ligt te happen, dat is ook niet leuk. Ja, nee, precies. En dat hebben we ook heel erg naar moeten zoeken om de juiste tegenstanders te vinden om tegen te spelen. Hè? Want als je inderdaad jongens die allemaal een kop groter hebt, als je daar tegen moet spelen en je verliest met 20-0... Kan je wel zeggen, je zelfvertrouwen groeit, maar dan krijg je toch ook wel weer een knauw, hoor. Dan krijg je minder minderwaardigheidscomplex. Dat bedoel ik. Het moet wel allemaal een beetje gelijkwaardig zijn natuurlijk, hè? Qua ontwikkeling of wat dan ook. Goh, wat leuk is dit. Als mensen dit horen en zeggen van, nou, eigenlijk willen wij wel meer informatie daarover hebben. Want dit was voor mij de eerste keer, hè, dat ik dit hoorde. Ja. Dus. Wie is niet van het bestaan af, hoor. Nee, echt niet. En daarom vind ik het best wel belangrijk om dit onder de aandacht te brengen. Als mensen er meer van willen weten, waar kunnen ze dan naartoe? Ja, mensen uit Eemland of uit het Gooi. Dat is de regio die de voetbalclub ongeveer bedient. Ja. Die kunnen het beste contact opnemen met coördinator van onze G-afdeling. Dat is Henk Tip. Ja. Die kunt u bereiken onder het telefoonnummer 06 143-43-687. Ja. En op dit moment is de winterstop, maar Henk Tip is gewoon bereikbaar natuurlijk. Maar pas na de zomer is het ook mogelijk om even bij FC Naarden te kijken. En misschien op de website van NVC. Precies. Dat is www.sv-nvc.nl. Ja. Misschien kunt u daar ook wel een boodschap achterlaten als Henk Tip eventueel niet bereikbaar is telefonisch. Precies. Gedurende deze zomerweken. Ja. Hè? Goed, nog een keer. Morgenavond dus belangrijke wedstrijd in Emmen. Dus vanavond. Vanavond belangrijke wedstrijd in Emmen dus. Wij zijn heel benieuwd eigenlijk. Ja. Willen we graag van je horen hoe dat is afgelopen. Dus laat dat even weten. Dan kunnen we de luisteraars dat ook weer vertellen. Want die vinden dat vast ook heel interessant. Zou ik nog een kleine oproep mogen doen? Jij mag een kleine oproep doen. Natuurlijk. Ik wil nog even van de gelegenheid gebruik maken. Ik heb voor NVCG Elftal heb ik een filmpje gemaakt. Daar heb jij aan meegewerkt. Hè? Ja. Kosteloos voor ons dat filmpje ingesproken. Oh. En dat is echt geweldig geworden. Daar wil ik je natuurlijk heel erg voor bedanken. Heel graag gedaan. En daarnaast heb ik een flyer gemaakt. En een poster gemaakt die we graag willen verspreiden op scholen en instellingen. Waar die kinderen zitten die we willen benaderen. Mm-hmm. Het is een prachtige flyer geworden en een prachtige poster geworden. Maar we zoeken nog iemand die dat voor ons wil drukken. Aha. Dat zijn geen gigantische aantallen. De poster ongeveer 100 stuks in A3-formaat. En die flyer ongeveer 250 stuks in A4-formaat. Dus we zijn heel erg op zoek naar iemand die dat voor ons zou kunnen regelen. En dan liefst tegen een zo laag mogelijke prijs. Dus als mensen dat zien zitten of daar ideeën in hebben, dan heel graag even melden. Nou, dan gaan we er eens even dus... over nadenken. Doen, en als u aan de andere kant van de radio een goede tip heeft voor Erik van den Ent, voor het drukken dus van die flyers en die posters, laat het ons even weten. Bel dan eventjes met Baren FM. Dat kunt u doen op nummer 5. Telefoonnummer is 06-239-77125. En nogmaals, en anders laat u een boodschap achter op de website www.sv-nvc.nl. En dan ook nog onder de link G-voetbal. Maar dat maakt niet uit. Ze vinden het echt wel terug. En Erik van den Ent en al die jongens van het G-voetbalteam zijn u hartstikke dankbaar. Hartstikke bedankt. Dankjewel dat je hier naartoe wilde komen, Erik. Hartstikke goed. Ontzettend veel succes. En laat even weten hoe het vanavond afgelopen is. Dank doen. Okay, ja, eventjes die vanavond, dat is dus vrijdag. Hè? Niet dat de mensen in de herhaling luisteren en denken, oh, we moeten naar Emmen, want dan wordt het natuurlijk geen feestje. Nou, tenzij het nog groot feest is in Emmen, dan gaat het misschien nog een paar uurtjes door. Ja, nee, dat zal niet, hè. Nee, we gaan het allemaal beleven. Dankjewel, Erik. Tot de volgende keer. Dankjewel.